Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin podcast. Ik ben Robin en vandaag spreek ik wederom het nieuws met Marnix, a.k.a. Krukkeluk. Maar niet voordat we de sponsoren bedanken van deze aflevering. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kanaken.nl. Bij Kanaken koop je veilig en simpel Bitcoin. En Bitcoinmeester.nl, ook daar kun je Bitcoin kopen en als je het echt graag wil, ook verkopen. Ja, Marnix, leuk dat je nog een keer aan wil schuiven. Zijn we weer en, in de grote vakantie. Ja, er is genoeg Bitcoin nieuws voorbij gekomen de afgelopen dagen, dus... Ik wil er eigenlijk meteen induiken. Heel goed. Dan beginnen we met 48 Bitcoin bedrijven die zich aan hebben gemeld bij de Nederlandse bank. Het is sinds 21 mei, ze noemt het in de volksmond, de cryptowet ingegaan. Dat zorgt eigenlijk voor dat Bitcoin bedrijven die Bitcoin kopen, verkopen of andere soortgelijke diensten aanbieden, aan nieuwe regels moeten voldoen. Strenge regels. En er hoort onder andere bij dat ze je persoonlijke data moeten verzamelen en desgevraagd moeten kunnen leveren aan de instanties die erom vragen. En in Nederland hebben nu 48 bedrijven zich officieel aangemeld bij de Nederlandse bank. Ja, dus dat is nog steeds die beruchte AMLD... 5, ja. Of de WWFT, de Wet tegen Witwassen en Financieren van Terrorisme. Ah, zoals dat zo mooi klinkt. En... dus komt eigenlijk op de 48 stuks hebben een aanvraag gedaan. En dat houdt in dat zij een licentie willen in Nederland om die Bitcoin-diensten aan te kunnen mogen blijven bieden. Ik vind het best wel een hoog getal. Het gaat dus om aanvragen. We weten natuurlijk niet hoeveel er uiteindelijk door de keuring gaan komen. Maar het is inderdaad nog vrij hoog. Kijk, je hebt natuurlijk een x-aantal grote spelers in Nederland die al een paar jaar zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat die daarbij horen. Maar de namen zijn nog niet gepubliceerd. Dus dat horen we denk ik als zodra er een officiële licentie is uitgegeven. Want voor een Nederlandse broker die dat dan als eerst bij wijze van spreken heeft, is dat wel een nieuwswaardig iets om te melden. Dus ik gok dat we tegen die tijd meer van horen. De DNB heeft er 6 maanden de tijd voor, zeggen ze, om een definitief besluit te nemen per aanvraag. Ja, precies. Dus, en dan moeten ze een gesprek gaan voeren van volgens mij 2,5 uur. En ik heb dus gezien dat er, wat je zegt, 48... partijen. En het is niet zomaar van we gaan dat eens even proberen. Volgens mij betaal je al een paar duizend euro om überhaupt bij deze 48 te horen. Klopt, die heb ik even opengezet van de officiële DNB-site. En dan scroll ik even snel doorheen. Maar de behandeling van een aanvraag kost in eerste instantie al 5000 euro. Dus inclusief toetsing. En bij zo'n aanvraag horen dus inderdaad ook gesprekken en interviews met bestuursleden. En als er dan nog vragen zijn hier en daar, dan kunnen individuele bestuursleden ook nog even langsgeroepen worden voor een check of dat wel allemaal door de beugel kan volgens de DNB. En daarnaast is het als je dus iemand anders aan wil dragen binnen het bestuur, dan betaal je ook nog een x-aantal duizenden euro's voor zo'n test. Sure. Dus om überhaupt mee te doen, moet je 5000 euro betalen. Dat doe je niet zomaar, hè? Nee, en dan ga je de mangel in, zeg maar. Dan gaat het proces zijn werk doen. Dan bepaalt de DNB of je te vertrouwen bent en dat soort dingen. Eigenlijk is dat ook al best wel gek. Maar goed, dat is een andere discussie. En dan komen er ook nog doorlopende toezichtkosten bij. En die moet de industrie eigenlijk gezamenlijk ophoesten. Die schat de DNB nu op 1,7 miljoen euro per jaar. En eigenlijk de licentiehouders, die moeten dat naar ratio, gewoon hoeveel er zijn, betalen en ophoesten. Ja, dus dan komt er in feite op neer dat testen meer partijen zich aanmelden, des te goedkoper het voor de partijen is, des te minder er door de keuring komen, des te duurder het wordt voor de partijen die er wel doorheen komen. Even simpel gezegd. Dus in de praktijk hebben we het al vaker over gehad in de podcast en ik blijf het zeggen, voor de grotere spelers is dit een inconvenience, denk ik. Buiten de ethische dingen die er eventueel mee gemoeid zijn, van ik wil eigenlijk niet al die privacy van mijn gebruikers opgeven. Maar goed, die regels zijn er nu dan dus door. Die kunnen dat wel ophoesten, want dan huur je een compliance officer in en je gaat aan de slag als je een goede omzet draait. Ja. Maar als jij als beginneling dat voor elkaar wil krijgen, dan ben je gewoon echt een groot deel van je kapitaal, wat je eigenlijk in mankracht of in een technische ontwikkeling of in jezelf wil investeren, ben je dan al kwijt voordat je überhaupt mag starten in Nederland. Ja, laten we hopen dat er een aantal overblijven inderdaad. En als ik snel dat bedrag deel door elkaar, wat zij zeggen dus voor toezicht, ik heb dat even ingetypt hier, die 1,7 miljoen, delen door die 48 bedrijven, dan kom ik op 36.300 nog wat euro uit. Ja, dat is alweer ook meer dan die 29.000. Dat noemen ze zelf op de website inderdaad ook. En dat is dan dit jaar wel wat minder, omdat ze pas van 21 mei gaan rekenen. Zeg. Ja, precies. Een deel van een jaar betalen ze dan. Dat brengen ze dan ook zo lekker mooi. Van het genoemde basisbedrag in deze regeling zal feitelijk voor de partij een stuk lager liggen. Maar dan wordt er eigenlijk bij een stuk lager liggen.
Alleen voor dit jaar, hè? Volgend jaar is het gewoon de volle mik. Maar dit zijn inderdaad tienduizenden euro's die je dan af moet dragen. En het gekke is ook, wat ik begreep, is dat het achteraf, weet je, net als je energierekening, dat je achteraf eventueel nog hoort of je meer moet betalen of minder. Dus stel dat je als bedrijf rekent op een bepaald bedrag, dat kan dus eigenlijk niet, want het kan nog zijn dat dat ook achteraf nog wordt teruggevorderd, extra. Nou, ik ben benieuwd. Misschien dat er een paar van die bedrijven contact met bitcoinmagazine.nl opnemen en een beetje kunnen delen hoe dat allemaal werkt. Het is altijd... we zijn er op de redactie ook wel mee bezig. We hebben ook een soort van lijstje voor onszelf van wie er dan allemaal hebben aangevraagd om een licentie te krijgen. Die dat zelf hebben gezegd. Ja, via een keertje opgevangen en dat soort dingen. En het is kijk, voor ons als bedrijfje, een mediabedrijfje, is het ook wel handig om te weten natuurlijk welke partijen er in Nederland uiteindelijk zich registreren. Mm-hmm. En de DNB laat daar nog niks over uit. Maar je kunt in principe de usual suspects invullen in Nederland. Je hebt gewoon 10, 15 grote bedrijven die het sowieso, grotere bedrijven die het sowieso wel gaan doen. En daarnaast ook buitenlandse partijen die zich willen richten op de Nederlandse markt. Wat inhoudt dat je bijvoorbeeld een Nederlandse website hebt en dus echt market op Nederlandse klanten. Die moeten ook een licentie hebben. Ja, ja. En de usual, ook daar bijvoorbeeld een Binance die in Amsterdam op zoek was naar een x-aantal medewerkers, dat zullen wel mensen of partijen zijn die ook een aanvraag in gaan dienen hier. En dat wordt nogal wat, want dat zijn wel aparte partijen om ook voor de DNB toezicht op te houden, denk ik. Ja, nou, ik wens ze succes, die bedrijven. Ja, en de DNB ook. voor zover je zo'n partij succes wil wensen misschien. Ja, en de Financial Intelligence Unit, waar al die transacties dan weer naartoe moeten. Ja, boven de 15.000 euro. Hè? Want dat is in de praktijk wat je als klant ervan merkt, is dus dat je meer informatie moet delen met de beurs voordat je überhaupt aan de slag mag. En dus grotere bedragen die worden rechtstreeks gecommuniceerd met de instanties die daar eventueel wat mee willen gaan doen. Oftewel, minder privacy, maar tot nu toe 48 bedrijven die zoiets hebben van, wij hebben een licentie nodig om in Nederland te opereren. Ja, nou, het is geen verbod, laten we maar zeggen. Dus, nee, jij vond het veel, zei je, 48? Ja, ik kom niet als ik uit mijn hoofd nou eens eventjes ga nadenken over bedrijven. Wat je zegt, we hebben een aantal usual suspects en een aantal zijn ook sponsor inderdaad van deze podcast. Nou, ik weet trouwens niet of zij hebben aangevraagd, maar goed, die namen komen bij je op. Maar in mijn hoofd kom ik dan niet zomaar op 48. Nee, ja, ik denk dus ook dat daar dat is een persoonlijk theorietje, best wel veel buitenlandse partijen zitten. Ik weet niet, bijvoorbeeld een Coinbase, de allergrootste Amerikaanse beurs, die heeft denk ik ook wel Nederlandse klanten. Ik ben er zelf ook wel langs geweest. Blijven we nu ver van weg overigens. Maar dat is een andere discussie. Want die houden zich aan de regels in Amerika. En doen nog een stukje extra door software te verkopen aan de Amerikaanse inlichtingendiensten en dat soort zaken. Maar ik denk dat soort bedrijven ook, die moeten ook een licentie in Nederland hebben. Dus als zij een Nederlandse site hebben en zich richten op Nederlandse gebruikers, dan denk ik dat die daar ook bij horen. Ja. En dan kom je wel misschien op wat meer, uit. Nou, gelukkig maar, want als alleen de Nederlandse zich eraan zouden moeten houden, dan is dat natuurlijk vrij oneerlijk als iedereen het ook in het buitenland kan kopen. Ja, dat is inderdaad wel een kwestie. Kijk, het is sowieso oneerlijk in de zin van in het buurland in Duitsland zal het wel anders geregeld zijn en in België ook. Dus als start-upje kan je misschien zometeen niet per se in Nederland starten omdat het ergens anders goedkoper is. Nou. Dat geldt dan vooral gelden voor mensen, denk ik, die van buiten Nederland komen en eventueel hier zouden willen vestigen. Die zouden dan eerder, denk ik, naar een ander land gaan. Ik ben ook bang dat het soepeler is. Zo gaat zijn, ja. 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 Maar goed, dat is speculaas. En over zes of in de loop van dit jaar zullen we ongetwijfeld de eerste bevestigingen horen. Afwijzingen denk ik niet dat je die zo snel in het PR-circuit zult horen. Maar misschien dat het ook her en der nog lekt. Dus ik ben benieuwd, en dan had ik nog één dingetje erbij. En dat was een beetje om een idee te krijgen wat voor vragen er worden gesteld aan die bedrijven. Om een beetje een beeld te krijgen hoe zo'n test eruit ziet. Allereerst wordt natuurlijk heel de boekhouding onderzocht. Kijken waar het geld vandaan komt en dat soort dingen. De bestuurders worden dus doorgelicht. En er worden vragen gesteld als in welke landen zijn de cliënten woonachtig. Nou, dan heb je dus te maken met als een buitenlandse partij zegt, ja, mijn cliënten wonen ook in Nederland, dat ze daaraan moeten voldoen. En in welke sectoren zijn de cliënten actief? Wat zijn de risicocategorieën? Wat is het transactiepatroon van cliënten? Dat vind ik ook een interessante. Dan moeten ze dus overleggen of laten zien hoe de transacties tot stand komen. Of dat nou via de Rabobank is of via een andere bank. Of dat op andere manieren gebeurt. En ja, ongetwijfeld op de lange termijn stiekem denk ik ook dat dat
qua chain analysis nog dingen gaat doen. Dus dat ze zeggen van, oh, maar waar komen die bitcoin dan vandaan die jij toegestuurd krijgt en die jij koopt van je klanten? Ja. Dus het is een hoop extra regelingen. Er zijn een hoop extra regelingen die gedaan moeten worden. Maar om het een beetje in een positief daglicht te zetten, is wel van, het zorgt in ieder geval voor legitimiteit. In de zin van, je moet aan regels voldoen die ook andere financiële bedrijven zouden moeten doen. Ook als je een lening wil verstrekken of een hypotheek wil verstrekken, moet je ook aan zulke regels voldoen. Dus wat dat betreft, bitcoinbedrijven komen een beetje in dat circuit nu terecht. Ja, dat kan wel positief zijn natuurlijk ook voor het vertrouwen in de markt. En we hebben nogal meer nieuws waar we het zo over gaan hebben, wat ook weer ja, richting legitimiteit gaat. Ja, laten we dan gelijk er eentje bijpakken in Amerika. De toezichthouder van nationale banken. De Comptroller of the Currency. Niet controller, maar met een M en een P. Hmm. Vraag me niet waarom, maar goed, dat is de naam, de OCC. En die hebben aangegeven dat banken in Amerika Bitcoin custody services mogen aanbieden. Oftewel, zij mogen Bitcoin vasthouden voor hun klanten. Ja, nou, ik zou het niet willen, maar ik snap wel dat dat best wel een interessante dienst kan zijn voor een hele hoop mensen. Waarom zou jij dat niet willen? Not your keys, not your coins is wat ze altijd zeggen. Dus inderdaad, yes. Je wil zelf controle hebben over je bitcoins. En ik heb niet al te veel vertrouwen in de banken met hoe die zich de laatste jaren gedragen hebben. Dus wat mij betreft wil ik dat liever zelf doen. Maar ik snap, ja, ik bedoel, die techniek die is ook mij ook duidelijk. Dus ik weet waar ik op moet letten en hoe ik dat moet beveiligen. Maar ja, als mijn oma naar haar bank kan gaan en daar wat bitcoin neer kan zetten, ja, misschien dat voor haar wel de beste keuze is. Ja, om te starten. Hey, ik heb er altijd wel moeite mee om iemand die eventueel nog verder wil gaan met bitcoin, om dan daarmee te beginnen. Want dan zeg ik van, download gewoon een gratis mobiele wallet, gooi er een paar tientjes op en ga daarmee spelen. Ja. Maar inderdaad, als je het hebt over of mensen die zich echt niet met de techniek bezig willen houden, en eigenlijk vooral waar dit denk ik op gericht is op bedrijven, dan kan het wel een interessante optie zijn. Want je hebt over de jaren heen genoeg situaties gehad waarin bitcoinbeurseigenaren verdwenen of zelfs overleden met de keys in hun bezit. Nou, dan ben je als klant bij een beurs ook gewoon je geld kwijt. Ja, precies. Dus waarschijnlijk als je als bank dan in Amerika, als je bitcoin moet gaan vasthouden, je hebt nog steeds een hoop regels waar je aan moet gaan houden. En dat is best wel een goed idee. Of kan een goed idee zijn. Vier ogen principe en nou ja, hoe je bord eruit moet zien en ja, wie er toegang heeft tot tot bitcoin of tot geheimen. Dus ja, ik denk een stukje regulatie eromheen kan ook wel voor een stuk veiligheid zorgen voor een hoop mensen. Ja, veiligheid is dan een beetje een questionable term in de zin van sommige mensen zouden beargumenteren van het is sowieso niet veilig bij een bank, je bitcoin. Dus het is een beetje, ik denk dat het eigenlijk vooral is of interessant kan zijn dus voor partijen of dat er bedrijven zijn of mensen met een groot vermogen die zoiets hebben van ik wil graag mijn fondsen door iemand anders laten beheren. Nou, er zijn tal van manieren voor al met aandelen en met gewoon met geld of met euro's en dollars bedoel ik. Met andere beleggingen en bitcoin wordt daar dus ook onderdeel van. Ja, gewoon echt als een van die assets in het rijtje. Ja, want ik ben natuurlijk al vrij vroeg in bitcoin gestapt. En in het begin was dat heel moeilijk voor bedrijven om überhaupt een rekening te krijgen bij een bank. Omdat daar raar werd over gedaan omdat je met bitcoin bezig was. Als je iets er maar mee deed, ja inderdaad. Volgens mij is dat nog steeds wel een uitdaging hoor. Voor een je hoort in Nederlandse wel eens vaker van die verhalen inderdaad. Dan weet ik dat niet of dat nou gaat over bitcoin bedrijven of een of andere crapcoin die denkt van ik moet ook een rekening, weet je. Dat is misschien ook nog een verschil. Maar kijk, wij hebben toen wij dit bedrijf viel opricht, Nieuwblok Media achter bitcoinmagazine.nl. Nieuwblok Media, dat toont niet aan van ik ben met bitcoin bezig. Maar ik kan me voorstellen, toen de tijd, vorig jaar was dat nog, als je bitcoin media had geheten, dat ze een andere procedure in waren gestart. Ja. Zijn van die buzzwords zijn dat ook. En ook ik met de Belastingdienst mijn probleempjes had, toen zeiden ze ook, ja, we moeten gewoon meer op bitcoin, moeten we gewoon meer opletten. Dat is gewoon een keyword voor hun om extra iemand op te zetten waarschijnlijk. Dus ja, eigenlijk dit soort stappen die zorgen ervoor dat dat soort dingen, als het goed is, minder voor gaan komen in landen, in dit geval als Amerika. Want jouw bank mag ook bitcoin bezitten, dus ik neem aan dat jij als ondernemer daar ook mee aan de slag kan. Ja, precies. Ja, en dan hadden we ook nog Visa, een ander nieuwtje. Ja, ook een bericht op bitcoinmagazine.nl. De
ja, Visa deelt het plan om ja, de digitale valuta te omarmen. En dan wordt het wel leuk, hè? Ja, kijk, het moet het iets genuanceerder, denk ik, doen. Visa heeft dus eigenlijk aangekondigd dat ze agnostisch worden op het gebied van valuta. In de zin van, ze kijken naar alle mogelijkheden. Waar dat natuurlijk voorheen gewoon de dollar was en de euro en alle andere door centrale banken uitgegeven currencies. Lijkt daar nu een deurtje open te gaan voor Bitcoin. Moet ik ook gelijk weer zeggen van, jij en ik kunnen al gewoon Bitcoin transacties doen zonder Visa. Precies, ja. Dus hoe dat dan precies vorm gaat krijgen, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval wederom in het hoekje van legitimiteit waar we nu afgelopen kwartier al mee bezig zijn. Ja, is dit wederom iets waarvan je denkt van, hey, Bitcoin wordt wel serieus genomen. Nou, ja, noemen ze het precies, trouwens niet specifiek Bitcoin, hè? Het is meer gewoon digitale valuta. Wat misschien weer meer in het straatje zou passen van central bank digital currencies. Ja, dat wordt in hun artikel wordt het ook genoemd, in een persbericht. Ja. Dat ze dat ook wel onderzoeken. Maar ik vind sowieso gewoon dat ze zeggen, dat Visa zegt van, we vinden dat interessant. En ze hebben ook een regeltje staan, digital currency is in Visa's DNA. Nou ja, het geeft toch een stukje houding weer, hè? Ja, is niks aan gelogen, want alle euro's en dollars die zij verwerken, zijn natuurlijk ook digitaal. Precies, maar ze hoeven het niet zo te stellen natuurlijk. Ja, dus, nee. En we hadden nog PayPal, hadden we vorige week een aantal geruchten. Ja, PayPal die er tegenaan schurkt om inderdaad ook met Bitcoin services, dan wel een eigen valuta waar ik niet zoveel mee heb, aan de slag te gaan. Dus ja, er wordt eigenlijk op zowel op fintech niveau, dus in dit geval met PayPal en Visa. En aan de andere kant dus gewoon de traditionele, Visa ook een traditioneel bedrijf ondertussen, bankensector in, met name Amerika. En in Nederland heb je dus de licenties die nu langzaamaan worden uitgegeven. Het wordt eigenlijk allemaal in bepaalde vorm gegoten van, dit zijn de regels en daar moet je aan voldoen. Precies. Ja, en dan dat laat mij ook meteen denken, verbieden wordt het hem niet meer zomaar? Nee, nou was dat sowieso vrij lastig, want ja, hoe verbied je 12, 24 woorden op een briefje van iemand, zeg maar. Want dat is het enige wat je nodig hebt om Bitcoin te gebruiken. Ja. Naast een verbinding. Maar inderdaad, kijk, het is niet meer zo de weg naar Bitcoin betalingen verbieden of dat soort dingen, die wordt nog veel lastiger. Ja, precies. En wat je ook zegt, verbieden kan ook niet echt. Maar ja, als er nog maar 1000 mensen zijn op de wereld die het willen hebben en ermee transacties doen, dan is het voor mij wel een beetje mislukt. Of als al die on-ramps niet meer werken en zo. Ja, en ook dat wordt nu, lastiger. Ja, het is wel leuk om te speculeren, vind ik altijd, over doemscenario's waarin dus inderdaad Bitcoin verboden wordt. Maar één, ik zie dat überhaupt niet wereldwijd gebeuren, want er waart een virus rond op de wereld, maar niemand weet precies wat je moet doen. Dat wordt helemaal niet wereldwijd georganiseerd. Ga jij dat maar eens op een digitale munt doen? Dat is bijna niet te doen. Precies, en dat heeft ook nog implicaties in allerlei concurrentieposities, dat soort zaken. Precies, dus eigenlijk was dat al vrij onmogelijk. Want ja, inderdaad, als Bitcoin dat soort dingen niet zou kunnen overleven, dan was het eigenlijk nooit echt meant to be, denk ik. Nee. Maar dit soort regels die nu dus de andere kant op gaan, zorgen voor legitimiteit. Ik denk wel dat als je als overheid het wil ontmoedigen om Bitcoin te kopen, dat je wel een heel eind kunt komen door bepaalde grenzen op te stellen en bepaalde dingen moeilijker te maken. Ja, en ook dit soort privégegevens delen, dat zal ook een aantal mensen tegenhouden. Ja, dat denk ik ook. Al is het ook een beetje de vraag van hoeveel mensen dat dan tegenhoudt, zeg maar. Want als ik om me heen kijk, ben wel een beetje bezig met mijn privacy zelf, maar een stuk meer dan de rest eigenlijk in mijn omgeving. Maar ik ben al lang niet genoeg daarmee bezig. Ja, ja. Dus hoe belangrijk het ook is, zeg maar, voor heel veel mensen is dat denk ik niet de clue. Waarbij op de website schrijven we ook best wel vaak over privacy dingen die je zou kunnen doen. En die worden eigenlijk niet goed gelezen vergeleken met andere soorten artikelen. Right. Dus dat zijn van die dingen die is misschien een aanname. Van ik weet niet of privacy is heel belangrijk, maar ik weet niet of genoeg mensen zich te druk om maken dat ze een ID-kaart in moeten vullen om aan Bitcoin te komen. Nee. Jammer genoeg misschien wel. Ja, volgens mij is dat sentiment wel aan het veranderen. Privacy wordt wel meer aangedacht door iedereen. Ja. Maar nog lang niet zoveel als jij of ik. Als jij of ik eraan denken. Ja, en ondertussen koop ik ook gewoon mijn Bitcoin bij een broker. Dus wat dat betreft. Hetzelfde hier. Ja. Ja, dus wat dat betreft
Er is nog genoeg werk aan de winkel eigenlijk. Maar het is dus eigenlijk een trend gaande waarin Bitcoin gewoon langzaamaan omarmd wordt door allerlei traditionele financiële industrieën. Precies. Een beetje erkenning stiekem voor de gekke Bitcoiners. Ja, en dan ook nieuws spul eromheen. Dat is toch ook altijd goed. En er begint weer wat te borrelen wat betreft de prijs. Dus, ja, kleine bewegingjes. Je ziet op de website ook gelijk dat de interesse dan toeneemt. Weet je wel? Het hoeft maar een paar procentjes even omhoog te gaan. En dan wordt er weer meer gegoogeld. En dan staat trouwens wel op een lager punt dan ooit een paar dagen geleden. De Bitcoin searches op Google. Ja. Dus wereldwijd, of tenminste vooral in Nederland en wereldwijd, groeit de interesse wat dat betreft niet, als je dat een goede metric vindt. Hoe zit dat bij jou eigenlijk met je podcast? Beginnen met Bitcoin? De groei? Ik hou daar geen statistieken van bij. Oké. Okay. Nou ja, dat houdt mezelf ook wat rustiger, zeg maar. Als ik weet dat er honderden of duizenden mensen luisteren, dan is dat ook weer anders, zeg maar. Maar af en toe komen er nog wel mensen in de Telegram-groep komen erbij. En die zeggen dan, ik heb alles geluisterd. En dat is leuk. Ja, dat is dat blijft leuk, toch? Mensen een beetje erbij betrekken. Ja, zijn precies, het dan vooral beginners? Beginners bij je podcast? Volgens mij wel. Of ook stiekem mensen die al een paar jaar bezig zijn, maar denken van, hey, dit wist ik nog niet. Ik denk dat er ook een hoop te leren is als je een aantal jaar met Bitcoin al bezig bent. En datzelfde geldt voor mij. Als ik weer eens een avondje ergens induik, dan leer ik ook weer allemaal nieuwe dingen. Dus ja, het is een aardig diep konijnenhol om in te duiken, zeg maar. Ja, over het konijnenhol gesproken. Want we hadden het net over gewoon de legitimiteit en bedrijven die het gaan gebruiken / diensten aanbieden. Een nieuwe software van Cyphertrace. Dat zijn analisten die blockchain transacties eigenlijk allemaal in kaart brengen. Die hebben een nieuwe manier om controle van transacties nog makkelijker te maken. Ja, ja, precies. Dus ja, we hadden het net al over Chainalysis als bedrijf. En Cyphertrace is er gewoon is er net zo één. Zo'n bedrijf dat risicoscores aan transacties houdt. En hoe ik het een beetje begrijp, ook uit het artikel, is tot nu toe was het veelal achteraf dat je aan zo'n bedrijf een transactie gaf en dan vroeg van, joh, hoe zit het hiermee? En wat ik nu lees is dat Cyphertrace het al van tevoren doet. Een soort predictive modellen die ze erover overheen leggen. En dan kunnen ze al in de mempool kunnen ze al zien. Dus bij de onbevestigde transacties kunnen ze al zien wat ze daar nou van vinden. En daar dan een score aan geven. Ja, dus even voor de duidelijkheid. In de praktijk is dat dus software waarmee bedrijven, neem een beurs, een soort van scan kunnen uitvoeren voordat zij Bitcoin binnenkrijgen. Om te laten zien, ook aan de overheden waaraan zij verantwoording af moeten leggen, van, nee, wij hebben ons due diligence gedaan. We hebben gekeken naar de afkomst en heeft een goede score. Dus we hebben die Bitcoin geaccepteerd. Als jij een slechte score krijgt met je transactie, dan heb je dus kans dat bedrijven jouw Bitcoin transactie niet accepteren. Het gaat wel door op het netwerk, maar ze gaan het niet faciliteren op hun platform. Ja, precies. Ja, wat er dan gebeurt, weet ik eigenlijk niet. Als jij een Bitcoin broker bent, bijvoorbeeld in Nederland, en er komt een slechte score uit zo'n Cyphertrace of Chainalysis. Ah ja, dat is een goeie. Die ga ik even opschrijven en die ga ik stellen ergens. Kijk, dat is een goeie, ja. Ja, als we dan even gaan speculeren. Ik weet niet of ze terugsturen. Stel dat een beurs nu een Bitcoin krijgt uit die Twitter-hack. Precies, ja. Want heel veel beurzen hebben gezegd van, ja, we gaan die het adres en Bitcoin blokkeren. Nou, stel dat jij zo'n Bitcoin toegestuurd krijgt. Die is dan al naar dat adres gegaan. Dus je hebt hem, de beurs heeft hem in bezit. Zou ze hem dan aan de autoriteiten doorgeven? Ja, of misschien moeten ze dat vasthouden. Of neem toch aan dat dat weer terug moet gaan. Want ja, ook officieel wel. Maar ja, even. Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een transactie van mij geflekt zou worden. Omdat ik een coinjoin heb gebruikt. Nou, dat vind ik gewoon leuk om te doen met mijn coins. Maar ik heb daar verder geen slechte bedoelingen mee. En als ik ze had, dan zou ik dat helemaal niet in deze podcast zeggen. Maar goed, dat werkt toch mee aan die risicoscore. Dus ik kan me voorstellen dat er dan een beurs zegt van, joh, leg eens even uit. Maar ja, gaan ze dan je die vraag stellen, leg dat eens uit. Of blokkeren ze het gewoon, of sturen ze het wel terug. Nou, leuk ik om ga vanmiddag nog even, ja, ik ga vanmiddag nog even een mailtje opstellen in het Engels en het Nederlands. En dan gaan we gewoon even kijken of ik er wat uit kan halen. Dat is wel een leuke vraag, inderdaad.
Ja, nou, Cyphertrace dus. Ze zeggen ook, ze krijgen miljoenen datapunten. Dus ik vermoed ook dat als jij een klant bent van Cyphertrace, dus als jij die scores wil hebben van je klanten, dat je ook allerlei gegevens hun kant op stuurt. En dat zij dat dan ook weer meenemen op een of andere manier. Want hoe kom je anders aan miljoenen datapunten? Ja, of misschien halen ze dat alleen maar uit de blockchain. Dat kan ja. Ook. Ja, dat weet ik ook niet. Want dat is ook wel een... Ik weet niet, zeker in Europa, hoe de regels daar liggen qua klantgegevens zomaar delen met zo'n bedrijf dan weer. Want het is natuurlijk geen overheidsinstantie. Maar je zou kunnen beargumenteren, wederom gaan we een beetje speculeren, van als de Belastingdienst een aanvraag doet en die gebruikt Cyphertrace, ja, dan is het misschien wel legitiem om ook gegevens van anderen nog erbij te betrekken, ja. Het zijn allemaal... Black box is het allemaal, hè? Dingen, en dat ja. Is, dit is ja. Wel wat er een beetje aan die centrale platformen ook het probleem is, zeg maar. Ja. Ze hebben zich aan wetten te houden, natuurlijk. En ze gaan dan samenwerken met dit soort datapartijen. Als ook dit decentraal zou kunnen gaan, dan wordt het ook wel weer interessant. Ja, ja, dat is dan dat is niet mijn... Zover kom ik niet met mijn gedachten over het analyseren van blockchains. Of dat ook digitaal kan. Of decentraler kan. Maar het is in ieder geval... wat zij altijd zeggen is... Ja, wij analyseren gewoon de open gegevens op een blockchain. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen... Zeker als je inderdaad met datapunten spreekt van... over geïdentificeerde adressen van bepaalde personen. Ja, dan lijkt me dat dat wel gekoppeld wordt als ze die kennis al in huis hebben. Ja, en of we er ooit achter komen? Waarschijnlijk. Nee, misschien dat iemand ooit uit de school klapt als ze een paar jaar weg zijn. Oh, dat soort dingen gebeuren wel. Ja, met want pensioen. Ik heb heel veel moeite met partijen die actief proberen identiteit te koppelen aan... Bitcoin-transacties, omdat ik vind dat wij recht hebben op private betalingen. Maar aan de andere kant is het eigenlijk gewoon aan het protocol zelf, slash aan mensen die privacy-oplossingen aanbieden, om het dan maar beter te doen dan die analysebedrijven. Het is eigenlijk een constante strijd. Ja, precies. Nou ja, er is weer een hoop activiteit rondom Schnorr en Taproot, die ook Bitcoin weer wat ontransparanter moeten maken door bepaalde signatures bij elkaar te kunnen voegen en niet de hele tijd duidelijk te maken van hoe deze bitcoin die verstuurd worden, hoe die uitgegeven gaan worden. Dus er komen een aantal verbeteringen aan. Dat wordt een soft fork voor bitcoin en daar wordt nu hard aan gewerkt. Ik zag ook weer vandaag en gisteren een hoop commentaar, ook van Sjors Provoost, Nederlander, die ook aan het reviewen is om te kijken hoe die verbeteringen gedaan kunnen worden. En natuurlijk hebben we Lightning al een tijd draaien. Dat doet ook een hoop voor privacy, omdat stel dat wij inderdaad die betaalrelatie hebben, dat wij dan alleen maar peer-to-peer naar elkaar overmaken. En dat zo'n Cyphertrace heeft dan geen signalen meer vanaf de blockchain over wat wij aan het doen zijn. En dat werd volgens mij ook genoemd bij, was het de Amerikaanse IRS of iets dergelijks, dat Lightning toch een probleem was of zo. Of dat ze daar minder konden zien. Ik herinner me iets van een nieuwsbericht daarover. Oké, ja, ik kan me goed voorstellen dat dat iets is. Dat is de volgende stap, hè. Want dan denken ze tussen aanhalingstekens van... Hey, we kunnen de blockchain gewoon lekker analyseren. Maar nu komt er nog een laagje bovenop met Lightning... die heel veel privacy dingen een stuk beter geregeld heeft. Ja, echt die tweede laag inderdaad. Ja. Ja, en die toepassingen van Schnorr en Taproot. In de praktijk betekent dat toch eigenlijk dat je er niet meer van uit kunt gaan dat als een transactie van A naar B gaat, dat dat precies dezelfde geldstroom is, toch? Deels, ja, hoe ik hem... Van buitenaf. Ja, volgens mij klopt dat deels van buitenaf, inderdaad. Het komt er ook op neer dat als jij heel interessante dingen gaat doen met een smart contract, dus je zet op de Bitcoin blockchain, zet je... Ik stuur dit geld stuur ik naar persoon A. Tenzij het voor een bepaalde datum geclaimd wordt, dan gaat het naar persoon B. Maar als er 3 mensen van 5 van deze signature iets doen, dan kan het naar persoon C gaan, bijvoorbeeld. Dus je kan een hele beslisboom kan je maken in je transactie. En wat die Schnorr en Taproot, een van die twee ook doen, is dat je niet meer al die verschillende opties hoeft te publiceren. Want dat was vroeger wel zo. Dat, ja, je moest dan dat hele script moest je duidelijk maken hoe dat script in elkaar zat. En dat hoeft nu niet meer. Dus het draaiboek is niet meer openbaar. Precies, zeg maar. Ja. Alleen maar het pad dat genomen wordt. Ja, en dat zorgt er dus voor dat je een soort van... je kunt ontkennen dat dit jouw transactie was, zeg maar. Of laat ik het anders zeggen. Van als je van buitenaf kijkt, dan kun je niet met 100% zekerheid zeggen dat het gewoon...
dat ik naar jou heb gestuurd, zeg maar. Het kan ook op een andere manier geweest zijn. En als meer mensen dat gaan gebruiken, dan wordt de rest van het netwerk ook veiliger, omdat je er dus niet meer van uit kan gaan dat dat gewoon een traditionele transactie was. Ja, volgens mij moeten we die kant op denken, ja. Maar ik moet dat nog eens eventjes duidelijk op een rijtje zetten, ook voor mezelf. Ja, bij dit soort technische zaken, dan probeer ik altijd er genoeg in te duiken dat ik de basis begrijp en dan van bovenaf het een beetje voor mezelf duidelijk heb van wat er dan gaat gebeuren. Helemaal de techniek in met de nulletjes en de eentjes, dat is nog niet voor mij. Jij wel? Jij bent wel aan het pielen, hè? Ook op Lightning. Jawel, ook over smart contracts en dat soort dingen vind ik wel interessant. Om dat taaltje, dat script van Bitcoin, om dat eens uit te zoeken inderdaad. Met Lightning ook een hoop bezig, ja. Ik heb is dat een beetje te doen voor als je daarmee wil beginnen? Nou, ik heb een bot gemaakt die, als jij een Lightning node hebt, dan vertelt die bot, die vertelt je of je bot offline is. Nou, ja. Dat is een hoop Python-code die dat doet. En dat babbelt samen met een paar API's. Dus van die interfaces. En dan praat ik praat naar Telegram toe. Om berichtjes te sturen en om die interactie te doen met de mensen. En ik praat met mijn Lightning-node. En dat is ook gewoon gedocumenteerd. Dus ik zit niet zelf te coderen in Lightning. Of ik zit niet zelf, hoe heet dat? Smart contracts te maken. Maar ik praat dan met Lightning en ik vraag daar informatie uit en dan kijk ik hoe dat werkt en dan stuur ik een berichtje als er iets met de node mis is. Dus ik zit vooral te interfacen of ik gebruik dan de API's, de voorgedefinieerde programmacode om iets te doen met mijn Lightning node. Ja, nog knappere koppen dan jij, die hebben dat al vastgemaakt en jij kunt gebruiken. Precies. Dan komt het op neer. Ja. Dus dan ik vind dat ook leuk, want je hebt dan in kaart gebracht ook hoe de Nederlandse Bitcoin-nodes er een beetje uitzien qua verbindingen en hoeveel volume en dat soort dingen. Is dat dan ook niet mogelijk voor een overheidsdienst, bij wijze van spreken? Voor iemand die dus bezig is met het traceren van geldnetwerken? Zeker, ja. Ja, want die informatie die ik dus pak, ik vraag in het kanaal, in het Lightning NL-kanaal op Telegram, vraag ik dan van joh, wie heeft hier een node? Nou, die node public keys, die hebben de mensen gedeeld. Dus die zet ik op een lijstje. Ja, iedereen die kan dat doen. En die kan dan kijken inderdaad van wie praat er waar mee. Want het is publieke data waar het mee gebeurt. Ik kan alleen niet zien wat er nou over die kanalen heen en weer gaat. Ik kan zien dat er een kanaal is. Ik kan zien hoe groot het kanaal is. Maar kan niet zien hoeveel er aan welk kant van dat Lightning kanaal staat. Oftewel, ik kan niet zien wat voor betalingen er overheen gebeuren. Nee, precies. Nee, ik vroeg me dat gewoon af, omdat je dus, we hadden het net over de toezichthouders en de analisten. Allicht is dat ook een ding waar ze mee bezig zijn, om ook nodes binnen al die netwerken te krijgen. Om in ieder geval iets nog mee te krijgen van wat er gaande is. Dat zou wel kunnen natuurlijk, want ik in mijn Lightning-node, daar komen ook een aantal betalingen overheen. Ik kan alleen niet zien van wie en naar wie dat gaat. En ik kan dat niet tegenhouden, dat is gewoon doorgeven. Ja, even voor de goede orde. We zijn hier niet bezig om uit te leggen hoe je belasting moet ontduiken en dat soort dingen. Je moet het gewoon netjes opgeven. Maar ik vind wel, en dat vind jij volgens mij ook, dat je gewoon recht hebt op privébetalingen. Precies, ja. Ja, Lightning helpt daarin. En daarmee kan ik zelf ook kleine betalingetjes doen. Of mensen een tip, een fooi geven voor commentaar en dat soort zaken. En wat ook wel leuk is met Lightning, daar ben ik vorige week in gedoken. Je kan ook berichtjes sturen met zo'n Lightning transactie mee. Ja, ik heb als een podcast opgenomen van een van de eerste bitcoins met Joost Jager over WhatsApp. Dat je kon peer-to-peer kon chatten via het Lightning netwerk. Is dat een beetje dit? Precies. Nou, eigenlijk is dat precies dit. Want ik kreeg inderdaad wat transacties binnen. En daar zaten wat custom fields in. Wat eigen velden. En dat is een beetje zoals de beschrijving die je bij een bankoverschrift kan zetten. Die zou je ook natuurlijk kunnen gebruiken om berichtjes naar elkaar te sturen. Nou ja, je kan ook berichtjes meesturen met een Lightning transactie. En dan, ik kreeg wat transacties. En daar bleken dus in veld 34349334, daar zit dan een berichtje in. Oké, dus je kan dan dus, want op Lightning kan je satoshis ook nog opsplitsen. Dus achter de komma van satoshis kun je ook nog eens 100 miljoenste bitcoin kun je nog verder opsplitsen. Dus je kunt vrij goedkoop, privé, praten met elkaar tegen een hele kleine kosten. En waar niemand anders weet van heeft. Ja, precies. Ja, dat kan voor in theorie 1 millisatoshi. Nou, de betaling die ik kreeg, dat was gewoon 1 satoshi. Volgens mij was die van Leon van Stacking.
En die, die stuurt de test. Maar dat is nou, inderdaad heeft hij wel... Zijn, heeft hij zijn mention weer binnen in de podcast? Maar dat is inderdaad wel... Ik ging eens even kijken, want dat veldje wat ik dan had gevonden... 3-4-3-4-9-3-3-4... Dat heeft Joost Jager inderdaad bedacht... dat dat getal wordt gebruikt om een bericht in te zetten. Ja. Ja, mocht je daar meer in willen duiken... dan is het aflevering nummertje 1 van Hub Bitcoin met Joost Jager. Is, is wel een leuke, denk ik. En wat ik me eigenlijk afvroeg met, op het gebied van Lightning... hoe zie je dat verder ontwikkelen, zeg maar? Want je hoort dus nu bijvoorbeeld die berichten die je dan erbij kunt zetten. Ik zit dan gelijk na te denken, je noemde net ook... bij banktransactie kun je een omschrijving erbij zetten. Dat kan ook voor bepaalde automatiseringsdingen goed werken. Als jij een Lightning-betaling doet, je koopt een t-shirt, ik zeg maar wat. Als je daar een kale Lightning-betaling naar doet, dan moet een app moet dan regelen dat het allemaal goed gaat, bijvoorbeeld bij de CP-server. Maar als jij in zo'n Lightning-transactie al gegevens mee kunt geven, waarvan je zegt van nou, ik wil dit shirt paars en L op dit adres, dan is dat zeg maar binnen een transactie allemaal meegegeven. Ja. Is dat iets, denk je, of werkt dat niet zo? Ja, dan moet je alleen wel natuurlijk vaststellen welke velden je daarvoor gaat gebruiken. Zoals Joost heeft gezegd dat dat ene getal wordt gebruikt om een berichtje in te zetten... en een ander getal om de afzender in te zetten. Dan moet je dat inderdaad voor dit soort commerce moet je dat dan erin gaan zetten. Maar het is op zich wel interessant, want je zou dus een betaling kunnen doen met al die informatie erin. En de ontvanger van die betaling, die kan... Op het moment dat die betaling hem wordt aangeboden, kan hij kiezen of hij hem wel of niet accepteert. Ja, aan de hand van misschien wel die informatie die erbij is. Precies. Er moet aan de voorkant, als we dan toch aan het brainstormen zijn weer, aan de voorkant moet dan wel een soort van gebruikservaring zijn dat ik gewoon mijn dingen invul in een webveld. Ik doe mijn Lightning transactie en daar zitten dan ook die gegevens bij. Precies, en de verkoper die ontvangt dan die informatie en die kijkt dan eens eventjes in zijn winkeltje. Heb ik nog een paars L-shirtje liggen? En als dat niet zo is, dan kan hij gewoon die betaling niet accepteren. En dan is hij überhaupt nooit bij jou weggegaan. Dan hoeft hij die niet te settelen. De klant heeft dan ook niet betaald uiteindelijk. Precies, ja. Dus er is geen gedoe met terugsturen en dat soort dingen. Maar dat die gewoon nooit, of dat die betaling gewoon nooit gebeurd is. Nooit afgerond is. Nou, als er een developer zit te luisteren, graag de credits. Maar voor de rest, ga vooral je gang. Nou, we zijn niet de eerste die dit bedenken. Nee, dat weet ik. Dat lijkt me ook niet, nee. Ja. Nee, maar dat vind ik mooie toepassing. Want dan kom je dus op het punt dat je weer een soort van privé betalingen kunt doen. Precies. En ik hoop ook dat Keysend, wat er tegenwoordig nieuw is... en wat je vaak handmatig moet aanzetten bij je Lightning Node... Ik hoop wat is dat? Dat Keysend, ja, ik hoop dat het meer gebruikt gaat worden. Het komt erop neer. Ik zet dat aan op mijn node en vanaf dat moment kan jij naar mij Satoshi sturen zonder dat ik daar eerst een invoice voor moet maken. Want dat is hoe het normaal gesproken zat met een Lightning betaling. Ik maak een invoice, ik stuur die invoice naar jou en jij gaat die invoice betalen. Dat was het standaard model. Maar nu met Keysend kan je ook vanzelf naar een andere node toesturen zonder dat je daar de medewerking van die andere node bij nodig hebt. Oké. Okay. En dan wordt het gewoon... wel interessant, want dan wordt het een beetje zoals een Bitcoin-adres. Mm-hmm. Als zender naar een Bitcoin-adres heb je geen samenwerking nodig van die ontvanger, zeg maar. Nee, je hebt geen toestemming nodig. Het is gewoon, een transactie is een transactie en het netwerk stuurt het heen waar jij het heen wil hebben op on-chain, zeg maar. Precies, zonder dat je eerst aan iemand, aan een mens aan de andere kant moet vragen van, joh, kan jij eens een invoice voor mij maken? En dat betekent meteen ook... dat je, als we even doordenken voor een podcast bijvoorbeeld... dat je een extra veldje zou kunnen verzinnen in de specificatie van podcasts, in de RSS. Hmm. Dat je daar een veldje in zet van, als je een betaling wil doen... doe het dan naar deze Lightning Node. En dan kan je heel interessante dingen gaan doen in je podcast player bijvoorbeeld. Dat als je een podcast aan het luisteren bent en je drukt even op een rode knop... dat je een aantal Satoshi naar die podcastuitgever stuurt. Zoals je eigenlijk ook geld naar een Bitcoin-adres zou kunnen sturen. Ja, ja bij YouTube en Twitch en zo heb je dat soort dingen al met donaties, gewoon met euro's of weet ik veel, bits hebben ze geloof ik op Twitch. Toepasselijke naam trouwens, waar je, right. Die staan dan voor 1 cent of zo. Die kun je dus al doneren, zeg maar, om inderdaad erop een knop te drukken terwijl je aan het kijken bent. Nou, en dat dan met kan dit, met Lightning. Ja. Met Lightning, dus dan heb je dus niks te maken met dat je eerst geld naar YouTube moet sturen, eerst geld naar Twitch en dan doneren en dan blijft er nog 40% daar hangen en 20% daar. Maar gewoon direct naar de maker, in dit geval een podcaster, kun je je Bitcoin sturen. Ik zie dat wel zitten. Ja, dat klinkt als een mooi
als een mooi iets. Ja, wat dat betreft, met Lightning gaan we nog genoeg leuke dingen krijgen volgens mij. Ja, streaming geldt echt, hè. En ook, nou ja, misschien dat je inderdaad voor filmpjes, dat je dan per minuut of per seconde wil betalen. Dat soort dingen gaat allemaal mogelijk worden. Ja. Ja, ik ben nog steeds wel fan van het idee om dat je een plugin hebt draaien, waarin je gewoon 10 euro of 10, laten we zeggen 10.000 satoshi gooit. En je zegt, nou, dat wil ik naar de hoeveelheid van waar ik een website bezoek, wil ik dat aan het einde van de week overmaken naar hun Lightning-adres. Precies. Beetje het brave idee, maar dan... Maar dan zonder token zonder en andere shit crap. Ertussen, ja. En zonder referral naar Binance in je autofill. Want, had je dat meegekregen? Ik heb er wat over gehoord, ja. Ja, even kort. Dat is de Brave browser. Dat is een browser die zich richt op advertentieloze browserervaring. Zeg maar, met de trackers en dat soort dingen. Die hebben een eigen token. De Brave token uit mijn hoofd. Of Basic Attention token. Dat was hem. En daarmee kun je dan mensen of creators belonen. Maar wat ze ook deden was, als je Brave downloadt en je gaat naar Binance.com. Als je dan BIN bijvoorbeeld intikt, van, nou, dan vult hij automatisch bij naar Binance. Dan ging hij niet naar Binance.com, maar dan ging hij naar die website. / de referral link van Brave. Niet helemaal netjes, nee. Nee, kijk, wij hebben op de website bij bitcoinmagazine.nl hebben we ook gewoon referral links. Maar dat is... Dat zijn advertenties, maar dat weet je. Maar als ik een browser download, dan wil ik niet per se een referral link voordat ik ergens naartoe ga. Zou je zeggen, ja. Maar goed, even een zijsprongetje. Dan hadden we nog wel, dat is natuurlijk een grote Twitter-hack geweest. En dat soort zaken komen nu steeds weer naar boven. En er zijn nu verschillende mensen die het zat zijn dat YouTube en Google en ook Facebook gebruikt worden om nep-Bitcoin-advertenties en vooral nep winacties te doen. Onder hun naam. Het komt eigenlijk op neer dat Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple onder andere, die zijn foto's worden gebruikt bij 5000 Bitcoin giveaways op YouTube. YouTube faciliteert dus gewoon het platform waar dat gebeurt. Ja, en die verkopen daar ook dus advertenties en die verdienen daar ook weer aan. Die verdienen daar indirect of direct gewoon geld mee. En Wozniak samen met 17 anderen zijn nu een rechtszaak gestart tegen YouTube en Google. Nou, ik wens ze veel succes om van de advocaten van YouTube en Google te winnen. Maar Wozniak is natuurlijk ook geen kleine jongen. Die heeft ook zat geld. Die weet hoe het zit, hoe het werkt. Ja, ja, die weet hoe het allemaal in elkaar steekt. Dus ik vind het wel belangrijk om te melden, omdat er best wel veel mensen nog steeds intrappen. Die Twitter-hackers, kijk, dat vind ik een Twitter-hacker vind ik wat anders. Want die tweeten echt via een account van Obama, bij wijze van spreken. Ja. Van, hey, hier heb je een Bitcoin-adres. Als je hier een Bitcoin naartoe stuurt, krijg je dubbele terug. Dat is wat anders dan dat YouTube en Google en Facebook advertenties of filmpjes accepteren waarin mensen echt misleid worden. Je ziet daar steeds meer acties in. Eerder hadden Jort Kelder en Ali B. binnen Nederland ook al tegen Facebook actie ondernomen. En ook Google. Ja, en het is zo stom, hè, want... Volgens mij, bitcoinbedrijven mogen niet of amper of bij hoge uitzondering alleen maar adverteren. Dus het woord bitcoin, daar moet al iets van een trigger omheen zijn. En als een legitiem bedrijf dus een advertentie maakt, dan mag dat niet. Of misschien inmiddels wel, of het is lastig. In sommige gevallen, ik heb een voorbeeldje in de praktijk. Wacht, pak ik hem er even bij. Het was een Britse partij. Het was in ieder geval een Britse partij en die mochten zelf sinds een paar jaar niet meer adverteren bij Google. En toen tweette een van hun medewerkers, die tweette van, hey, maar hier bovenaan, als je zoekt op hun exchange of op hun beurs, dan staat er wel een advertentie van een website die gewoon de boel aan het oplichten is, die jouw geld wil stelen. Die komt wel door de keuring. Dan klopt er iets niet, hè? Nee. Nee, en dat, de Wozniak die pleit er ook voor dat als dit soort dingen gemeld worden, dat er dan een mens naar kijkt in plaats van een algoritme. Want blijkbaar door de algoritmes slipt het heen. Nou is dat natuurlijk voor een bedrijf waar duizenden, misschien wel honderdduizenden input dingen per minuut, per seconde gebeuren. Niet echt makkelijk om te realiseren. Maar het feit is dus dat Google advertenties accepteert van bedrijven die moedwillig je bitcoin willen stelen. Ja, dat is gewoon goed om in je achterhoofd te houden altijd. Want of het nou Twitter is die gehackt is en waar er wat berichtjes komen uit echte accounts. Of inderdaad zo'n advertentie. Op een gegeven moment, als het te goed klinkt om waar te zijn, dan waarschijnlijk is dat het dan ook. Gratis geld bestaat niet, hè? Zo is dat. Behalve als je bij de centrale bank werkt misschien.
Nee, dat is een. Want je denkt dat. Ik kijk er altijd van, dat gebeurt me niet. Weet je wel? Maar als ik naar mezelf kijk van mijn surfgedrag. Je bent heus wel eens gewoon via Google bij een beurs terechtgekomen. En als je dan dus op de advertentie klikt. Dan heb je kans dat je op het verkeerde dingetje terechtkomt. En dat ze je dan vragen. Dat is een voorbeeld uit de praktijk van. Wies Leenders, die heeft ons ooit gecontacteerd. Zij kocht voor ruim 34.000 euro Bitcoin en een paar andere shizzles bij Bitfavo. Mm-hmm. En via Google kwam ze toen terecht bij bitfavo.network. Terwijl de website is .com. Right. En dat .network website, dus waar ze via Google terecht kwam, die zei van, hey, ja, je moet deze plugin even downloaden, want dan werkt het beter. Whatever. Nou, daar is zij dus ingetrapt en ze was vergeten de two-factor authentication aan te zetten. Dat is haar fout, trouwens. En toen zijn hackers gewoon, of hackers, criminelen zijn gewoon haar spullen binnengekomen en hebben de boel bestolen. Lelijk, hè? Ja. Nee, er gebeurt een hoop en dat is op zich wel eng. Ja, je ziet nu langzaamaan dus dat er dus actie ondernomen wordt tegen die grote partijen voor specifiek dit soort advertenties. En ook in Groot-Brittannië hebben ze het ook op bestuurlijk niveau, zijn ze ermee bezig. Die willen daar de regels versterken, strenger maken voor bitcoin en crypto, noemen ze dat dan advertenties, ze noemen het crypto ads. En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met al die gekke Ponzi schemes. Ik weet niet of dat heel veel te maken heeft met bitcoin aan zich. Nee, want dat wordt precies. Altijd op één hoop gegooid in die regels, maar eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op. De ene crypto is de ander niet. Als jij de Marnix coin uitbrengt en daar advertenties mee online zet van ja, we gaan 500% omhoog binnen een week. Dat is heel wat anders dan een bitcoin bedrijf die gewoon zijn diensten wil aanbieden. Ja, misschien moeten we een soort keurmerk hebben of zo. Ik weet niet wat het antwoord is. Of mensen moeten zich gewoon niet laten gek maken door altcoins en dat soort zaken. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is dus, in dit geval was het dus iemand bij Bitfavo. Iemand die gewoon de verkeerde website toe voorgeschoteld kreeg via Google. En dan niet omdat die partij hoger had gerankt. Door goede context of goede content te schrijven en dat soort dingen. Maar gewoon een advertentie gekocht om bovenaan te komen. En het werkt, ja. En het werkt. En Google verdient er gewoon geld mee natuurlijk. En dat is het nare eraan. Kijk, als dat ze heel veel geld kost. Als dit lang door blijft gaan. Dan denk ik wel dat ze er werk van gaan maken. Want als mensen als Wozniak zich uitspreken, dan het is iets kleins als Ali B. of Jort Kelderen doen. Maar ook John de Mol heeft al tegen Facebook een actie aangespannen. Voor mij loopt die nog steeds. Dus er komt vanuit allerlei kanten komt het naar die social media platformen. Zowel de scammers komen er naartoe, als de mensen die nu zoiets hebben van hé, die oplichtingspraktijken met mijn naam eronder, want daar gaat het natuurlijk over. Mm-hmm. Dat moet gestopt worden. Nou, dat lijkt me ook wel voor de markt beter hoor, als dat gewoon gestopt wordt. Ja, kijk, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want ga dat maar eens doen. Ja, want het jammere vind ik nu ook dat het steeds, dan heet het weer bitcoinoplichting en dat soort dingen. En iedere keer dat er op nu.nl bitcoinoplichting staat, dan krijgen mensen toch dat linkje in hun hoofd, bitcoin en oplichting. Terwijl, ja, als je een bank overvalt, dan is het geen eurooplichting, zeg maar. Nee, klopt. Ja, er is een beetje een verschil tussen. Kijk, iedereen mag schrijven wat hij wil. Maar er is een verschil tussen het bitcoin oplichting noemen en dan de schuld ook bij bitcoin leggen. Dat vind ik eigenlijk vooral het ding. Want als je dan een Twitter als voorbeeld neemt. De oplichting aan de bitcoin kant was dus dat er iemand bitcoin adressen op prominente accounts aan het posten was met tweets. Ja. Dat is wat er gebeurd is. Nou, en dat heeft niks te maken. Dat is niet wat het interessante was. Dat is gewoon hoe die geld wilde verdienen. In de bitcoin hoek. Zo, ja. Zeg maar, in de bitcoin hoek is dat degene wat er met bitcoin te maken heeft. En dat komt omdat bitcoin vrij is. En gelukkig maar, want als criminelen het niet kunnen gebruiken, dan hebben wij er ook niks aan. Zo is dat. Hoe treurig dat misschien ook is. Zelfs mensen die je niet aardig vindt, die moeten bitcoin kunnen gebruiken. En het echte grote nieuws is inderdaad gewoon dat Twitter gehackt is. En dat er dus, dat las ik laatst een geruchtje over, pin me er niet op vast, maar dat er dus blijkbaar meer dan of rond de 1000 medewerkers waren bij Twitter, die toegang hadden tot het dashboard. Waarmee je gewoon al die accounts kon beheren. Ja, dus misschien hacks die al in het verleden gebeurd zijn, dat die al hierdoor te verklaren zijn. Precies, dat is speculaas natuurlijk, maar inderdaad. En dus wat jij zegt, ben ik het wel mee eens. Het is geen bitcoin misdaad. Zeg maar, er is wat anders aan dan. Bitcoin kan hier niks aan doen. Nee. Bitcoin is alleen toevallig het meest geschikt om wereldwijd gewoon geverifieerd waardetransacties te doen. Ja, helaas is het nog niet zo makkelijk om dat met Lightning te doen.
Nee. Maar goed, daar komen we ook wel. Ik bedoel, Bitcoin was ooit misschien ook zo lastig. En ja, nu is dat kennelijk zo makkelijk dat je dat in een Twitter-hack graag wil gebruiken. En over een tijdje is dat misschien, of hopelijk, dat dat met Lightning ook weer makkelijker is. Ja, dan sturen ze een Lightning invoice bij die hacks. Precies, ja. Oké, okay. Thanks Marnix, weer voor het doornemen van het Bitcoin nieuws. Waar kunnen mensen je volgen en je podcast vinden? Beginnen met bitcoin.com. Dat is hem eigenlijk. Dat was hem. Ja, ja. Kort maar krachtig. Daar vind je alle info. Ja, en wil je op de hoogte blijven van het laatste Bitcoin nieuws? Kom dan vooral naar bitcoinmagazine.nl. Volg ons op de Twitter, op Facebook, op alle socials. En thanks voor het luisteren weer. En dan zeggen ze in Tilburg, houdoe.